De Metten, ochtend in Umbria. Stilte steekt op een toonladder met de adem uit boven de ochtendmist. De nevel heeft een blanke partituur. De ochtend wordt alsnog georchestreerd. Vogels dragen grote tertsakkoorden aan om een dag in majeur op te bouwen. Oranje strijkerstrekjes hangen pianissimo boven de berg. De bassleutel verdwijnt door het nog net geopende hek van de nacht en sluit de deur tot helder blauw. Men stemt nog niet, men stemt al wel, diffuus en pizzicato. De stilte aarzelt met de inzet. De sluiteloze concertmeester van de vroege ochtend. Fermate! Dan gaan boven achterin heel wijd de deuren open en majesteitelijk zet de ochtendzon de toon. Mattutino alba umbra. Il silenzio sale su una scala musicale, respirando più in su della nebbia dell'alba. La foschia ha ancora lo spartito in bianco. L'alma è tutta da orchestrare. Gli uccelli recano gli accordi di terza per costruire una giornata in maggiore. Rapidi suoni degli archi in pianissimo e di color arancio planano sul monte. La chiave di basso sparisce oltre il cancello della notte appena aperto e chiude la porta fino al chiarissimo blu. Ci si accorda? Non ci si accorda ancora, confusamente e in pizzicato. Il silenzio esita con l'attacco. Il violino di spalla è incerto. L'alba è precoce. Grande pausa. Poi si spalancano le porte giù in fondo e maestosamente il sole crea il mattino. Goedendag, we zijn hier weer in de Haagse Kunstkring bij Aan Tafel. En vandaag zit aan tafel Hans Fransen. We hoorden net Trin Snijders, erelid van de Haagse Kunstkring. En zij las de eerste tekst van het Umbrisch getijdenboek van Hans. Daar zitten wij nu. Ja. Gezellig. Gezellig. Broodje erbij. Aan de lunch. Hoe lang ben jij lid eigenlijk? Nou, ongeveer. Ik denk vanaf 1998, dus al meer dan 20 jaar. Meer dan 20 jaar. Weet je nog de aanleiding? Of? Ja, er waren twee aanleidingen. Ik heb ooit eens een cd hier gekocht van iemand die Spaanse liederen zong. Dat vond ik zo indrukwekkend. En toen zocht ik een platform waar je wat met je teksten zou kunnen doen, waar je wat met je poëzie zou kunnen doen. En toen ontdekte ik dat de Haagse Kunstkring ook een dichtersafdeling had. Ik kwam daarachter via Paul Rodenko, die hier lid is geweest, en Bert Bakker, de uitgever. En toen heb ik contact opgenomen en... Ja, ik denk dat ik geballotteerd ben, maar daar heb ik nooit wat van gemerkt. Oh, ja. Ja, ja. En nou, ik heb een beetje verdiept in jou. En je hebt in je, je hebt heel veel gedaan. Ja. Je bent
leraar geweest. Je hebt met jongeren gewerkt, cultureel werker. Je bent schouwburgdirecteur geweest. Je bent Het is niet specifiek een schouwburg, maar het was een breed cultureel centrum waarin ook een muziekschool zat en een creatief centrum en een elektronische studio. Maar de schouwburg was eigenlijk het hoofdwerk. Ja, juist dat veelzijdige past bij jou. En heel actief, ook een tijd, aan heel veel jaren in de politiek. Ja, ook dat. Dus heel erg maatschappelijk betrokken, naar buiten, lesgevend. En dan die andere activiteit, het schrijven. Ja. En hoe is dat voor jou, die balans? Of kan je zeggen, ja, maar ik ben op een gegeven moment echt veel meer gaan schrijven. Wil je daar iets over zeggen? Ik heb eigenlijk, zover ik mij herinner, een hele leven geschreven vanaf kind af aan. En ik heb ook heel veel geschreven, steeds meer toen ik op de middelbare school kwam. En later ook nog, maar toen ik eenmaal in het jeugdwerk zat en een landelijke functie had, kwam ik niet meer tot creatief schrijven. Want iedereen zei tegen mij, God, jij schrijft zo leuk en je vertelt zo leuk. Wil je een artikeltje schrijven voor dit blad? Dus ik schreef 2 artikelen in de week voor vakbladen. Ik noem Bouw, het blad van de welzijnsambtenaar, het blad van de ambtenaren jeugdzaken. Ik heb een artikel geschreven in Jeugd in Scholen Wereld. En ik kreeg alsmaar veel meer bestuursfuncties erbij. En toen kwam ik niet tot creatief schrijven. Toen ben ik heel erg ziek geweest. Ik heb een ontzettende burn-out gehad. En daarna heb ik eigenlijk gezegd van, nou, ik ga nu voor mijn lol schrijven. Ja, kijk. En toen boek, waar dus een boek over Italië. Dat heette Tussen Truffels en Heiligen. En ik heb er 6-7 geschreven. Ja, en dat is dus zo rond je 50ste geweest, ja, hè? Dus rond de 50ste, ja. Dus soms is een dieptepunt, betekent ook wel weer een keuze voor iets, hè? Dat je dan echt veel meer bent gaan schrijven. Ja, maar het haalt je ook uit je verduffing, zal ik maar zeggen. Als je een burn-out hebt, dan heb je de neiging om helemaal niks te doen. En dat is, vind ik, buitengewoon oncreatief. En als je dan schrijft, heb je de mogelijkheid om te ordenen. En dat was dus niet alleen proza wat ik schreef. Maar ik heb wel 7 boeken geschreven in die tijd. Maar ook veel poëzie. En poëzie is toch iets dat ook met je gevoel te maken heeft. Mm-hmm. Het ordenen van je gevoel, terwijl je eigenlijk vrijer bent wat grammaticale regels betreft. Ja. En je noemt al even Italië. Ja. Want we gaan het hebben zeker over je getijdenboek, Umbri's getijdenboek. Hoe ben je in Italië terechtgekomen? Want jullie wonen daar, jij en met Andrea, je vrouw Andrea. Ja. Wonen daar. Jullie wonen in Scheveningen. En het halve jaar, noem ik het maar zo, en het halve jaar in Italië. En ook al dus nu zo'n 30 jaar. Ja, maar meer dan 30 jaar. Kan je iets zeggen? Hoe is dat gekomen? Nou, ik kan het heel poëtisch zeggen. Ik heb nu uitzicht op zee en ik heb daar uitzicht over een dal. Wanneer het zich met mist vult, lijkt het op een zee. Maar dat is niet waar natuurlijk. Ja. Ik wilde eigenlijk, heel eerlijk, iets in de Provence gaan kopen. Of in Frankrijk, of in de Vaucluse. Maar dat wilde Andrea niet. Dat is mijn vrouw en die had in Parijs gestudeerd. En die ondervond hetzelfde als ik, dat Fransen namelijk buitengewoon hufterig kunnen zijn. En erg op zichzelf en weinig mensen toelaten in hun kring. Ik had toevallig hele goede Franse vrienden. En toen ontmoette ik iemand in Nederland. Ik was lid van de Raad van het Jeugdbeleid en daar zaten allerlei mensen in. En er was mevrouw De Lange, professor De Lange, die zei, goh, ik heb een huis in Umbrië, kom eens logeren. Dat zei ik, ja, zal ik doen. En dat deed ik dus aanvankelijk niet. Het jaar erop vroeg ze het weer en toen hebben we kennis gemaakt. Ik kwam in haar huis en ik vond een prachtig stuk grond met een schitterend uitzicht over het dal. Ik zeg tegen Andrea, dat zou iets voor jou zijn, maar godzijdank is het niet te koop.
En toen ging haar tante dood, dan moet ik er even bij zeggen. Zij was geparenteerd aan Corrie Vonk en Wim Kan. En dan ga ik het op z'n Haag zeggen, toen heb ze georven. Ja. En toen kon ze een stukje grond toch kopen. En toen kon ze er zelfs nog één huis opzetten van 42 vierkante meter. Maar toen was de erfenis nog groter. En toen kwam er een huis bij van 84 vierkante meter. Dat zijn modules. Die huizen worden in een dag gebouwd. Hè. Die staan in een dag. Ja. Nou ja, en sinds, dus, sinds die tijd zijn dus door een uitnodiging van iemand, dat is toch bijzonder, vind ik. Hoe het lot dan eigenlijk ook een handje meespeelt. Ja. En dan kunnen we, vind ik wel, nu wat dieper ingaan op dat getijdenboek. En voor heel veel mensen is toch de vraag, was voor mij eerst ook, wat is dan wat een getijdenboek en wat wordt met getijden bedoeld? De getijden, in de zin zoals in dit boekje bedoeld zijn, zijn de gebeden die in de middeleeuwen gedaan werden gedurende de dag. De moslims hebben nog 5 keer per dag een gebed. En zo hebben monniken en nonnen en religieuze figuren, die hebben de metten, beginnen ze mee, dat zijn de eerste. En dan krijg je de lauden en je krijgt dus een groot aantal gebeden die over de dag verspreid zijn. Het laatste heette de complete en daarvoor zitten de vespers. Dus getijden heeft te maken met de tijdstippen op de dag. Ja, het tijdstippen van de dag. En dat zijn vaak in de middeleeuwen prachtige boeken geworden, handverlucht. En die heten getijdenboeken. Je hebt het getijdenboek van Margarethe van Oostenrijk. Je hebt het getijdenboek. En dat is mijn favoriet van de Trerisch-Eur du Duc de Berry. Dus de hele rijke getijden van de hertog van Berry. Dat was een broer van Philips de Goede. En eigenlijk zijn het de getijden van de dag. Maar als je de gedichten leest, gaan ze ook over de getijden van het jaar, dus de lente, de zomer, de herfst en de winter. En daaraan werkend ontdekte ik dat ik als schrijver ook bezig was met de geboorte, het groeien, het leven en de dood. Dus er zitten eigenlijk 3 lagen in die poëzie en alles bij elkaar vond ik het echt een getijdenboek. Ja. En eerst waren het 11 gedichten en heb ik er 1 van uitgegooid. Dat vond ik iets voor verliefde puber. En ik heb er nu, na de lockdown, heb ik er een heel stel aan toegevoegd. Ja, heb want ik er nog je 7 hebt aan toegevoegd. Ja. Geschreven, eerst een eerste uitgave in 2012. En nu eigenlijk een hele. In 2015 was het. 2015. Ja. En dan is het nu eigenlijk een herziene, maar uitgebreidere. Ja. Eigenlijk, uitgebreide ik, versie is nu dit jaar verschenen. Ja, die is dit jaar verschenen. Ja. Bij de uitgeverij, die heet Edizione Era Nuova. En voor diegenen die kijken, hij had vroeger een Italiaanse boekhandel in het Entrepôt-Doc in Amsterdam. Dus ik kon op bepaalde punten met de uitgever in het Nederlands communiceren. Ja, en wil je iets vertellen nu over jouw beleving? Want als we die teksten lezen, dan voel je de natuur, dan voel je het landschap. Iets over die stemming en waar dan het niet, niet religieuze, maar spirituele terugkomt op een heel andere manier dan in gebeden eigenlijk. Ja, hoewel Ruud Hisge in de inleiding bij het boekje over heidense gebeden spreekt. Ja, vind jij het gebeden? Nee, ik vind het geen gebeden. Nee. Ik vind het meer overwegingen, observaties, gevoelsuitingen. Kijk, ik ken Italië vrij goed, dus als ik te snel gaan, iets overslaan, moet je iets zeggen. Maar als je door Toscane rijdt, dan is Toscane heel aards. Toscane heeft harde kleuren, levendige steden, een levendige wijnproductie. En dan kom je in Umbria,
En Umbria is een heel ander land. Dat is een heel geheimzinnig land. Het heeft blauwe heuvels. Het is er heel stil. Er zijn prachtige lichteffecten doordat het eigenlijk niet aan zee ligt, maar je krijgt er een heel ander licht. En het is ook het land van de heiligen. Want niet alleen Sint Franciscus, die komt uit Assisi. Assisi ligt in Umbria. Ik kijk vanaf mijn werkkamer zo op het klooster van Franciscus. Maar die sfeer van Franciscus, die hangt eigenlijk over dat hele land. En Franciscus was ook de eerste dichter die het Italiaans schreef, Sint Franciscus. En die heeft een lied geschreven, het heet het Zonnelied, Cantico delle Creature, waarin hij eigenlijk zich vereenzelvigt met de natuur. Ja. Hij heeft het over broer, zon, over zuster, maan, over zuster, wind. En al die dingen tezamen, ja, die laten je toch als gevoelig mens en dichterlijk gevoelig mens niet onberoerd. Ja, nou dat is heel duidelijk als je door die teksten gaat. En dan komt dat landschap en ook door de ochtendstemming of middag. Hè, of de avond, die harde middag. Dus het feit dat je 's ochtends opstaat, dat je overal kleine vuurtjes ziet branden. Want dan zijn ze tuinafval aan het verbranden. Misschien laat je iets zien, je had een van dat landschap. Omdat je dat nu vertelt, dat we toch even in Italië zijn, dan is het met een foto. Zie je, daar zie je bijvoorbeeld het blauwe van de bergen. Ja, dat en je is ziet, toch duidelijk. Ja. Je ziet andere dingen ook. Ja. Hier. Dat is een heel andere kleur. Een heel andere kleur. Dat is toch wat, En daar komt dan nog één ding bij. En dat heeft tot een tweede druk geleid. Wij gingen er naartoe met het idee, we gingen pas in augustus, want ik had wat aan mijn slokdarm gehad, met het idee om er maar een paar maanden te blijven. En toen kwam er een pandemie, de coronacrisis, en Italië raakte in een ongelofelijke lockdown. Ongelooflijk streng. We mochten eigenlijk de gemeente slechts uit met een brief van de burgemeester. En dan mocht je alleen maar naar de supermarkt en boodschappen doen. Dus wij zaten eigenlijk met ons tweeën in ons eenzame huis. Bovenop die heuvel keken om ons heen. Dus wat hadden wij? Wij hadden het licht van de ochtend. En toen ging ik 's avonds altijd naar een ander punt van de berg. En dan kijk je, sta je met je gezicht naar het westen. En dan zie je de zon ondergaan. En dat is van een schoonheid en een innigheid en een stilte en een spiritualiteit. Bovendien kijk je ongelooflijk ver. Je kijkt als ver in Toscane en daar weet je de zee achter. En als er toevallig een mens passeert in die felle zon, is het een silhouet. Ja, ja. En dat wat je nu vertelt, ik denk dat dat heel duidelijk is als men de teksten leest, dat die sfeer overkomt. Ja. De tijd gaat hard, Hans. Ja. Maar ik wil toch nog even zeker noemen. Kijk, aan de ene kant staan de teksten in het Nederlands. Maar je hebt het ook vertaald. En daar mag je ook nog even iets van zeggen. Dat mag niet ontbreken natuurlijk. Nee, ik heb het in grote lijnen vertaald. Maar ik heb een hele goede vriend. Mijn beste vriend daar. Die heeft filosofie gestudeerd. Wat in feite een vorm is van verdiepte taalkunde. Hè? Ja. Vroeger had je de faculteit van filosofie en letteren in Nederland. En ik heb met hem, omdat hij ook schrijvers begeleidt en tv-regisseur is geweest. En een grote gevoel heeft voor Italiaanse taal. Het raar is, hij spreekt geen woord buitenlands, helemaal niets. Heb ik met hem aan tafel gezeten. En had ik mijn Italiaanse tekst. En die zijn we gaan bewerken. En dat is een werk geweest. Zo ongelooflijk zwaar. Niet lichamelijk, maar je moest lettergrepen tellen. Je moest de sfeer van de woorden vinden. Je moest de regels dezelfde lengte geven. En dan de nuance van de woorden. Dus Sebastiano, zo heet die vriend, had daar drie schermen staan met synoniemen. Ja. En ik had toevallig
door omstandigheden het eerste Italiaans-Nederlandse woordenboek uit 1672 bij me. Ja. Dus dat is echt wel weer iets voor jou, vind je? Ja. Maar dat had ik toevallig bij me. Dus dan kan ik een woord vinden. Bijvoorbeeld, dan denk je aan het Lettrerisch-Eure du Duc de Berry. En dan zoek je een woord voor zo'n... Ja, het heet een kaproen in het Middel-Nederlands. Het is een soort hoofddeksel met een doek dat die mannen vroeger droegen. Dan zocht ik kaproen op en dan kende hij dat woord weer niet. Kortom, bedeed je ongeveer in 1 uur 2 regels. Ja. En dat is me een klus geweest. Okay. Maar hij vond het geweldig. Ja, en misschien laat je even... Ja, ik zal Sebastiaan wat dat verdient. Van hem tot slot laten dat zien. Dat verdient hij zeker. Ja. Bovendien is het gepresenteerd in een geweldige omgeving. We zaten in een grote wijnbar. Kijk. Je ziet aan het lachen van Sebastiano hoe leuk hij het vindt. Ja, en ik zit daar ondertussen de wijn, zit ik mijn teksten voor te lezen. En later hebben we nog een concert gekregen op de Università dei Stranieri in Perugia. Waarin ik een actrice had die de Italiaanse teksten en ik de Nederlandse. In Italië is dit boekje ook uitgebracht. Ja, is goed verkocht. En is goed verkocht. Er zijn twee gedichten die heel populair zijn. Dat is het gedicht over de processie in Bettona, omdat ik zeg dat de pastoor het zelf ook niet meer gelooft. Ja. En het andere gedicht wat ontstaan is uit een schrijffout, maar dat voert een beetje verder. Ja. Dat uit. Want we moeten alweer afsluiten. Ja, dan neem ik een slokje. Dan neem je een slokje. Maar ja, ik denk dat tot wel de sfeer van het boekje over is gekomen door wat je verteld hebt. Ik hoop het. En we gaan zo... nog een keer luisteren naar Trins Snijders. Ja. Want die heeft uitgekozen, behalve dus het begin, zal ze het eind ook laten horen. En ook in het Italiaans weer. Dat is onze afsluiting. Maar ik wil ook nog even melden dat de volgende keer is te gast Carla Krutsen. Die zit aan tafel hier. Zij is beeldend kunstenaar en sieraadontwerper. En Anita Polman gaat met haar in gesprek. En dat is op 8 oktober. Slothymne. Met 4 voeten in de aarde volgen wij het licht naar de horizon. Stof en nevel om onze voeten, het hoofd omhoog, gericht op de zon. Het licht gaat in het westen onder, verdwijnt in de zee der eeuwigheid na een laatste ademhaling zonder kleur dan grijze somberheid. Wij lopen door de wijdse ruimte met z'n tweeën, hand in hand. De aarde kraakt onder onze moede voeten in dit ouder wordend land. Aan het einde van de waarden zullen wij zacht slapen gaan. Het licht is uit, de zon verdwenen. We kunnen niet meer verder gaan. Canto finale. Con quattro piedi fermi sulla terra, noi seguiamo la luce all'orizzonte. Polvere e nebbia intorno ai nostri piedi, testa alzata, direzione sole. La luce tramonta ad ovest e sparisce nel mare dell'eternità dopo un ultimo respiro, senza altro colore, che un grigia tristezza. Camminiamo nel vasto spazio, in due, mano nella mano. La terra scoppia sotto i nostri piedi, in questo paese che invecchia. Alla fine dei nostri valori, ci addormenteremo delicatamente. La luce è spenta,
il sole scomparso. Non si può più proseguire.